Het was wat twijfelachtig hoe dat ik het seizoen zou beginnen, maar op zich was de start niet zo slecht. Met 2-23 denk ik in Lisse. Maar daarvoor deed ik natuurlijk niet. En zag ik eigenlijk het eerste deel van het seizoen vooral als voorbereiding op het hoofddeel van het seizoen, dus eigenlijk nu. En mocht ik niet voor, ja, voor eind juni een conclusie trekken. En nu op de nacht heb ik 3:37 gelopen. En ja, dat is wel een stap in de goede richting, maar we zijn er duidelijk nog niet. En ik denk dat ik die tijd wel nog gevoelig kan verbeteren. Ja. De limietpoging ga ik komende zaterdag doen in Ninoven, de Flanders Cup. Mark Korsjes is ermee bezig. En ja, daar hoop ik dus onder de 36 te zitten. En we zullen wel zien als het lukt of niet, maar ik heb er al sinds goed gelopen. Ja, voor Moskou. Ik ga gewoon zo ver mogelijk proberen raken. Ik denk dat ik niet al te veel te verliezen heb als 20-jarige snotneus tussen dat veld daar. We dachten ik draait het verkeerd, blijf een wereldkampioenschap. Het niveau op de 1500 is toch weer serieus omhoog gegaan. Zien we naar Monaco wat voor tijden dat ze daar uit de benen schudden. Maar ik denk dat mijn kans wel reëel is om de ronde op te schuiven. En, we gaan het gewoon ronde van ronde moeten bekijken om de series denk ik wel te kunnen overleven. Dat is toch al sinds de bedoeling. En dan zien we wel. Het mijlrecord het minst tegen te staan, dat is van de 1500 vroeg zeker. En ik denk dat we alle twee wel de capaciteit om dat mijlrecord te verbreken. Het probleem van dat mijlrecord is alleen de mijl, een goede race in de mijl, dat is al moeilijker te vinden dan een goede 1500 meter race. Dat is het moeilijke eraan. En de topwedstrijden op de mijl zijn Diamond Leagues. Dus, de entreekansen zijn niet zo hoog en het zal eerder afhangen als je in zo'n koers binnen gaat. Maar het is mogelijk, hè. Het is mogelijk. Maar ik denk dat tussen 3:51 en 3:54 dat zeker moet doen. Ja. Stap voor stap, kijk, mensen zijn er nog niet op. Of en Pieter ook nog niet. Maar ja, gewoon een stap dichter weer bij de schort en denk als je in Monaco kan lopen, dat je kansen gevoelig stijgen, maar het moet ook realistisch zijn. Het is een kwestie van een goede koers in de goede vorm. Ja. Mee in de flow gaan en dan is er altijd veel mogelijk. Maar niet moeten denken, gewoon het is, volgen. In principe hebben we nog 3 jaar, dan is het een Olympisch record 20 jaar oud. Ja. En heeft de al besteld zijn voor zijn feestje. Dus dat daarvoor hebben, dat zou toch goed zijn. Als er een paar vaten zullen gekopen zijn, dan zijn we een keer feest. Mijn seizoen, ja, zo'n eerste. Ik wacht tot volgend weekend. En ik heb nog niks erna gepland. Hopelijk WK, maar dat zullen we dan volgend weekend wel zien. Ik ga het sowieso denk ik niet te lang rekenen, maar wie weet als er nog een goede wedstrijd uit de bus komt, dat het ook kan opladen om nog eens op het einde van het seizoen nog goed te lopen. Maar dat is voorlopig niet, bij mij toch niet aan de orde. Met hetzelfde. Dus doe ik Moskou, wat dat van Jeroen afhangt, dan stop ik naar Moskou en is lang genoeg geweest. Daar reken ik op dus.